Voilà boys, nieuwe dag, nieuwe kansen. Ik ben net weer bij de bakker langs geweest, de frituur. En nu ben ik hier bij mijn maat Enzo. Villa Artemisia. Dat is een bloemist, maar die doet eigenlijk ook decoraties van allerhande sets, horecazaken, van alles. Hier een koffietje drinken en een beetje netwerken weer. En wie weet hoe we tegenkomen. Hè. Ook langs geweest bij de Nobilis, lokale horloge- en juwelenwinkel. Ik ken die vrouw eigenlijk al wel best goed, dus ik heb daar wat mee gepraat. Super chill, kaartje afgegeven, mee gepraat over feesten, over vroeger in België, over Frankrijk, over uitgaan. Eigenlijk gewoon elkaar een beetje leren kennen. En als ze ooit fots nodig heeft, wie weet, hup, mailtje. Dus dat heeft mij nu weer een kwartier gekost en dat kan mij ooit iets opbrengen. En je kent die mensen weer. Als je die dan weer ergens tegenkomt, dan stel die je ooit voor aan iemand en zo. Dat is gewoon echt, volgens mij, een van de belangrijkste dingen ondernemen. Netwerken, netwerken, netwerken. En ik doe niks liever dan met mensen praten, dus dat is een groot voordeel. Oké, okay, let's go. Het is avond. Ik ga nu naar mijn bomma rijden. Een duffel. Dat is een uurtje rijden. Ja, waarom doe ik dat? Omdat... Dat is heel raar, maar ik geloof niet in dat je mensen nog jaren ziet. Maar eerder keren. Als je iemand van je familie maar 3 keer om een jaar ziet, dan kun je die keren tellen. Dat is misschien een rare gedachte, maar... Zo denk ik daarover. En zo probeer ik eigenlijk... Toch wel wat tijd in te steken om familie en zo te onderhouden. Omdat, ja, je hebt er maar één. Dus dat is mijn gedachte. Dus ik vind dat wel leuk en niet erg om daar ver voor te rijden. Ah, bomma. Alles goed? Wacht, ik moet hem nog op slot doen. Ik ga hem nog doen. Op slot doen? Voilà. Dit is precies waar. Kan dat gek worden? Nee. Kan dat niet afbollen? Nee. En je gaat nu nog warm. Ja. Ah, ik vind dat gaar. Het is ook frisjes, ja. Allee, met zo'n dun blouseje aan. Maar niet trekken dan. Zo lelijk, maar heel lelijk. Een heel goeie, maar die is ook al dood. Nee, een man is al dood. Een heel, dat is toch ook speciaal, denk ik. Ik had een hele goede vriendin. Ja. Om zo al die mensen rond u die je kent zien dood te gaan. Is die dat ook, kan weg. Is dat ook niet moeilijk? Dan zijn er geen meer. Ja, maar hoe? Dat moet toch raar zijn? Raar. Dat weet ik ook, maar wat kan nee? Dan? Ja, maar ik kan mijn... Als je... Want jij hebt al die herinneringen van dat je klein werd, alsof dat gisteren was, toch? Ja. Hè? Uw leven, dat is... Ja. Je kunt je dan nog herinneren dat je op straat rond... En nu zijn al die mensen weg. Ja, alles is weg. Weg? Ik zit hier nog alleen, hè. Maar... Dan moet je niet op nadenken, Thomas. Want dan, ja. Dan grokt hij in de knuip en ja. Dan grokt hij niet meer naar God. Nee. Want maar je is kunt zo... ook gelukkig zijn, bedoel ik, dat je er nog bent, hè? Ja, ja. Dat punt zijn ik heel gelukkig. Ja. Zeker als onze Dirkje zit, dan komt de hele met altijd zo komen rammelen. Hé, hey, je bommakken, leven en dit en dat. Nee, ja. En ik ben heel dankbaar voor hetgeen dat ik gekregen heb van mijn kinderen. Ik heb heel veel met mijn bomma gepraat. Als er één ding is waar ik nu aan denk, wat ik net eigenlijk weer geconcludeerd heb. Ik had aan haar gevraagd wat ze heel belangrijk vond in het leven. En dat was één ding en dat was gezondheid. En... Het enige waar ik dan aan kan denken is, ik heb geluk, misschien jullie die kijken ook geluk, jong, sterk, fit en gezond. Waarom zou je één kwetsbare seconde, één seconde van je tijd dat je jong en gezond bent, invullen op een manier die je zelf eigenlijk niet wilt? Ga ontdekken, ga leven, ga risico nemen, want als je risico neemt, wordt dat beloond. Maak dingen mee, goed of slecht, je gaat ervan leren. Dit is de moment. Ga jezelf niet afzonderen. Doe dingen waar je schrik van hebt. Ik heb ook heel veel schrik om een seizoen, om 3 maanden, om alleen te gaan wonen. Ik kan wel 100 dingen opnoemen waarom ik niet zou moeten gaan naar de Alpen. 100.000 dingen. Easy. Maar de reden dat ik wel ga, is gewoon omdat ik het nu moet doen. Ik heb maar één leven. Ik ben maar één keer jong en gezond. En zoveel mensen leren kennen, nieuwe indrukken, een verrijking. En daar draait het om, denk ik. Gelukkig zijn, gezond zijn en daar het beste van maken. En dat heb ik net weer al echt wel een teken gekregen dat mijn bomma ook zei van
Er ligt een pad voor u. Je kunt dat in het mogelijke aanpassen, maar je gaat dat moeten bewandelen en positief zijn. Prachtig. Dat is toch gewoon prachtig. En daarom ben ik zo blij dat ik daar de tijd voor neem. Voor dit soort... Voor deze soorten gedachten te manifesteren en... Te leren en luisteren naar anderen. Op die noot ga ik rustig naar huis rijden. Op het gemakje. Muziekje aan trouwens. En ik hoop dat jullie... dat dit jullie ook aanzet eventueel tot denken. Neem eens de tijd om op je eigen leven te reflecteren. Je moet niet naar mij kijken, naar niemand anders kijken, naar niemand. En denk eens van, voor wat sta ik eigenlijk? Wie ben ik? Oké, remember jongens, alles mogelijk. Ik hou van iedereen. Ik geef positieve energie uit. Het is niet altijd gemakkelijk, maar alles is mogelijk als je het kunt bedenken. Dream big, love you guys. Mwah.